Belastingvrij. In het vliegtuig dat ons na de vakantie naar huis bracht, zat achter ons een echtpaar dat 25 jaar geleden was opgehouden met leven. De man en de vrouw hadden gezichten die waren dichtgegroeid door voortdurende zorg om het eigen belang. Ik had dat eerst nog niet in de gaten. De mildheid van de Middellandse Zee straalde nog als een nimbus op mijn hart. Na twee zorgeloze weken was ik opnieuw bereid zonder reserve in het goede van de mens te geloven. Toen wij op onze plaatsen vier plastic tassen tot de rand gevuld met belastingvrij gekochte artikelen aantroffen, die daardoor het echtpaar waren neergezet, wachtte ik dan ook geduldig tot zij onze stoelen uit zichzelf zouden ontruimen. Maar ze deden alsof ze niets zagen en bleven tot het uiterste geconcentreerd in hun krant kijken. Een giftig angeltje stak in mijn door zon en zee opgepoetste naasteliefde. Maar het klonk nog beleefd toen ik vroeg. Ach, zou u zo vriendelijk willen zijn dit eventueel zo lang ergens anders te zetten? Als het niet te lastig is. Eventueel, als het u schrikt. Misschien. Uh, wilt u daar gaan zitten? vroeg de man met aan haat grenzende verbittering over de dreigende bezetting van zijn territorium. Ja, op den duur wel, want. Kijk, dit zijn onze stoelen, en als we opstijgen moeten we de riemen vastmaken, en ik weet niet of ze wel lang genoeg zijn als wij blijven staan, zei ik in een zwakke poging humor in te zetten tegen mijn opkomende drift. De man stond op en begon alles kankerend in de restruimte van de bagagevakjes te proppen. We stegen op. Van hun conversatie ving ik daarna op dat het benauwd was, dat het de vorige keer lang niet zo vol was geweest en dat je dus in het voorseizoen eigenlijk ook al niet meer met vakantie kon gaan. Ik begon in een boosaardige richting te denken: Dit zijn vast mensen, dacht ik, die vorderingen in winkels. Die kinderen alleen verdragen als ze gehoorzaam zijn, stilzitten of hoge cijfers halen. Die overal iets onderleggen tegen de vlekken. Die in restaurants altijd wijn en eten terugsturen. Die als je daar één keer as in hebt afgetipt, meteen de asbak gaan legen. Die hun auto in de garage nog met een plastic hoes bedekken. Die waarschijnlijk hun onderbroek aanhouden als ze met elkaar vrijen. Als ze al ooit. Ik keek voorzichtig achterom. Hij las de belastingalmanak en zij zat met dunne lipjes een cryptogram op te lossen. In de verte startte het karretje met spijs en drank. Ze werden ineens ontzettend zenuwachtig. Lang voordat bij ons zou worden geserveerd, begonnen ze al druk te wenken en te gebaren. Het geruststellende knikje van de stewardess die elders bezig was, weerhield de man niet zich tot drie maal toe naar het wagentje te reppen... Om te checken of het allemaal wel goed zou komen en om alvast twee flesjes wijn te reserveren. Als ik nou even mijn voet uitsteek, ligt die in het gangpad, dacht ik in aanzwellende ergernis, maar ik kon me nog net beheersen. Dat lukte niet meer toen zij hun bordjes even later onaangeroerd weer inleverden met de mededeling dat de kwaliteit van het eten en de temperatuur van de wijn volstrekt onaanvaardbaar waren. Ik draaide me om en vroeg: Hebt u misschien zo'n papieren zak voor mij? Moet u overgeven? vroeg de man verschrikt, en zijn vrouw trok alvast in paniek haar knieën op. Ja, van u.